Wat gaat hij nog meer doen? Ik ben wel... Oh, hij is geragequit. Hij is geragequit. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar gloednieuwe survival op play.vrilva.nl. We zijn vandaag bij Stefan Mooi. Maar voordat we hem gaan trollen, wil ik van jullie alsjeblieft de 2.900. 7.900. Dus 2.900 likes. Hij gaat vallen. Hopelijk kunnen we dat... De leaves gaan weg. Oh mijn god. Okay. In ieder geval jongens, jullie zien het al. We zijn al aan het... Ja, jullie zien het nog niet. Maar jullie gaan het wel zien. We zijn aan het voorbereiden voor TVG 3.0. En we hebben momenteel dus bijna geen lag al. Dus we hebben bijna alle lag al weggewerkt, zoals je kan zien. Ja, en TVG 2.0. Ja, en dit is nog TVG 2.0. Dan moet je nagaan hoe TVG 3.0 gaat zijn. Dan heb je nul lag. Hier, dit is al... Als het goed is dit ongeveer al 95% geen lag meer. En er zitten aardig wat mensen in survival op dit moment. Ja, dus nog niet echt... eens heel veel. Maar... Nee, maar normaal gesproken was het nou echt kapot gegaan van de lag. Met ja, deze precies. Hoeveelheid was echt kapot gegaan met de lag. Dus het gaat al hartstikke goed. Dat willen we nog even zeggen. Dus de progress is er, jongens. Jullie gaan het allemaal zien. TVG 3.0 wordt super awesome. Maar goed, we gaan nu even Stefan Mooi even keihard aanpakken. Ja, ja, ja. Hij is bezig met... ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij is in ieder geval bomen aan het hakken de hele tijd. Ja. Wat gaan we met hem doen? We kunnen echt van alles... Dit is een huis, denk ik. Tenminste, dat neem ik aan. Ja, yeah, holy shit, wat is dit dan? What the fuck? Of zo. Ja, yeah, what the fuck? Nice. Maar ja, we kunnen dus van alles doen hier. Hij heeft hier een berg. Wat nou als die berg opeens gewoon een hap uit is? Een hap uit die berg? Die hele berg. What the fuck? Hij heeft hier boven een toekomstige huis, denk ik. Denk ik niet, wie begint nou zo met bouwen? Ja, oké, misschien Bassie. Dit is een ruïne. Maar dat is best raar, want dit is veel mooiere plek dan naar beneden. Ik heb geen idee. Heel van. Apart. Nou, we gaan gewoon hier zo pos 1 doen. Oh, pos 1. En dan gaan we hier naar beneden. En dan gaan we dat hier... Oh mijn god, dat huis ook weg. Ja, sowieso. Nee. 6 is pos 2. Oh shit. En dan set 0. Ik heb het al gedaan. Oh! Hij heeft gewoon nog damage. Hij heeft nog... Holy shit, Stefan Mooi. Wat gaat hij nu denken, jongen? Een dikke hap uit de berg. Gaat hij dat zeggen, Stefan Mooi? Oh mijn god, Stefan. Hij ziet nu ook dat zijn huis weg is. Nee! Oh mijn god, Stefan Mooi die snapt er helemaal niks van. Hij zit rond de deur en hij denkt echt van, what the fuck is going... Waar is hij deur? Is halve deur! Zijn deur is een halve deur! Dit meen je toch niet? Oh, dikke glitch. Oh mijn dikke god, glitch. Hij heeft nog maar een halve deur. Oké, rip Stefan Mooi. Hij zit te hakken, hij denkt van, what the fuck? Wat gaat hij nog meer doen? Ik ben wel... Oh, hij is geragequit. Hij is geragequit. Is hij geragequit? Hij is weg. Hij is weg. Nee, hij is geragequit. Hij is legit weg. Ik undo het al, Oh, jezus. Misschien komt hij zo terug en dan denkt hij, oh, het was misschien de server. Het was de server. Ja, het was de server. Het lekte gewoon. Het lekte, maar de lag is er niet meer. De lag is er niet meer. Maar hij is echt weg. Kijk dan, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Stefan TP? Mooi. Nee, hij is gewoon weg. Hij is legit Oké, we moeten nu iemand anders trollen. We krijgen geen reactie van hem. Hij is gewoon letterlijk nu van zijn laptop. Even wel even een zijn laptop heeft hij gewoon keihard zo bam, dicht gedaan. Fuck it, weet je wel. Zo dacht hij. We hebben een kleine sign in zitten. Hij is hier uitgelogd. Ja, hier ergens. Zo, en dan sorry. En dan... Niet XDL. Nee, niemand. Sorry. Ja, anders heeft hij door. Ja, zo. Oké, nu snel weggaan. En dan gaan we iemand anders trollen. We gaan naar No HQ. We zijn er al. Hallo, No HQ. Oh, die is samen met iemand. Oh, dit is een soort... ja, een soort... Hoe noem je dat? In Amerika heb je dat ook. Zo'n afgesloten woning area, weet je wel? Ah, sorry. Ja, ik weet wat je bedoelt. Zo'n neighborhood achter. Ja, precies. Afgesloten. even kijken. Wat kunnen we bij deze gast doen? Oh, een leuk trappetje. Origineel was ja, wel grappig. Wel een beetje... grappig. Oh, wat is hieronder? Wat is dat dan weer voor een gat? Oh, shit. Waarom zit hier een gat? Ik heb er geen idee. Waarom zit hier een gat? Oh, we gaan de hele bodem weghalen. Oh, shit. Ja, de hele bodem. De hele bodem. Nee, dit kan echt niet, jongen. Zo groot mogelijk. Ja, zo groot mogelijk. Oh, het moet wel dezelfde hoogte blijven. Dit is al 2 hoog. Ja, doen we tot hier. Ja, zo, die ja. Hier zo. Boom. Oké. Are you ready? We gaan eerst naar hen toe. Ja, oké. Nu doen. Slash is set 0. Hij gaat sowieso er doorheen vallen. Oh, toch niet? Nee. Holy shit. Kijk dan, de hele bodem is weg. Huh? Die andere gast zit daar beneden. Oh nee, dat was een skeleton. Oh jawel. Oh nee, hij is naar beneden. Hij wordt aangevallen. Oh mijn god, jongen, deze gasten. Wat als ik nu undo? Dan zit hij eronder. Ja, doe het. En boom. Huh? Oh shit. Hey, het is niet eens heel donker hier. Oh, dat komt door de night vision. En de night vision en door dit. Dus ik laat even dichtmaken. Maar ik ga het even voor je dicht. Zo. Zo, alsjeblieft. En nu kun je niet meer naar boven. You are trapped, mate. You are trapped. Wat gaat hij doen? Hij gaat het kapot maken. Wat gaat hij doen? Wat zegt hij? Hij zegt omgedjontrol. Oh, hij is wel gelijk door. Hij is wel gelijk door. Gelijk weer plaatsen. Gelijk weer plaatsen. En kom op. En... Ah ja! Nice! Ja. Nu moet hij weer hakken.
Patrick Anders, kan het? Ja, beter, beter. Ik kom op, nee! Nee, hij is snel. Hij was snel. Kitje. Jammer. Even kijken. Ja, hij heeft het al door. Ik weet niet wat we nog bij hem kunnen doen dan. Ja, we gaan gewoon door. We gaan gewoon naar iemand anders, want anders gaat hij anders reageren en zo. Dat willen we niet hebben natuurlijk. Nee, hè? Lollipop. Doe maar Lollipop. Of Pablino. Ja, die is ook stil. Oh, what the fuck. Pablino. What the fuck? Die zit samen met een kip in een bad. Ja. What the fuck is this shit? Wat is dit? Is dit... Kun je hem laten verzuipen? Ik ga de dierenbescherming gaan bellen, laten, hoor. Laat hem eens verzuipen. Oh shit. Als die AFK nu is... Dan is het af. Oh, hij zegt gewoon wat in de chat. Ik zit vast. Oh fuck. Hij zit vast. Hij zit vast. Oh nee, hij zit niet vast. Hij kan gewoon bewegen. We hebben hem vrijgelaten. Inderdaad. Oh, hij zit zo vast. Hij kan hier niet uit. Oh, hij kan hier niet uit. Oh, dit is enemy territorium. Hier is ergens de spawn. Hier is de spawn. Ja, precies. En hij kan er gewoon niet uit. Hij kan er niet meer uit. Waar dit is van iemand anders, dus hij kan maar er ook niet... Maar hij kan ook gewoon naar de spawn gaan. Hij zit nu vast, omdat hij hier niet kan bouwen. Ja, precies. Ja, ik snap hem. Even kijken. Hij zit vast, daar kunnen we ook gebruik van maken. Inderdaad. Maar wat kunnen we hiermee doen dus? Eens kijken. Ja, we kunnen echt... Oh, we gaan hem benauwd maken. We gaan een zombie hierin plaatsen. Oh, verschillende zombies. Gewoon heel veel. Ja, doe maar. Oh shit, en of die bang wordt. En zometeen ook van die... Oh, doe van die watermonsters, wacht. Doe van die watermonsters. Van die veel beter. Ja, veel beter. Die heb ik nog. GU. Oh nee, die heb ik niet. GU. GU. Guardians, there we go. Oh shit. Be fast, voordat hij weg is. En hij is weg. Nee, hij zit hier. Oh, daar is hij. Oké, we gaan hem hier plaatsen. Oh shit. Oh, Guardian. Plaats maar bij hem in. Oh shit, oké. Misschien is dat wel een beetje te. Ik weet het niet, man. En tik. Oh shit, hij weet in ieder geval dat hij getrokken wordt, volgens mij. Waar is hij nou? Hij is in zijn hok gekomen. Oké, meerdere. Plaats er meerdere. Hij is maar aan het aanvallen. Oh shit, nu zijn er drie bij hem in. Oh shit, die Pablino. Die dingen doen damage, hoor. Ja, daarom. Holy shit, kijk hoe bang die wordt. Hij moet ook boven kijk hoe bang die straks. Wordt. Inderdaad, hij gaat verdrinken zometeen. Oh mijn god, hij is dood! What the fuck? What the fuck? Oh shit. Oh mijn god, Ripablino. Ik ga hem hier op de P, oké? Doe maar. En dan ga ik kijken of jullie weer inspringen. Oké, inderdaad. Misschien gaat hij erin springen om zijn spullen te pakken, maar dan zit hij wel weer vast. Yeah. We gaan het zien. Gaat hij het doen? En... Ik denk het wel, man. Hij wil zijn spullen. Kijk dan. Hij denkt van, oké, anders zit ik vast. Oh, heel slim. Hij gaat via deze weg proberen. Hij heeft niet alles, daar ligt nog. Oh ja, inderdaad. Wat gaat hij doen? Kan hij er daaruit? Hij moet wel... Kan hij er daaruit? Oh ja, kan hij eruit. Hij gaat het doen! Oh! Huh? Hij zweeft bijna! Ja, hij is geshift, hè? Ja, oké, maar dat lijkt echt net alsof hij zweeft. Hij moet een keuze maken, want straks gaan die items weg, dan komt die clear. Ja, dan is hij helemaal fucked. Dan gaat de tijd tikken. Pablino, do it, come on! En hij gaat het doen, denk ik. Hij zit te twijfelen, jongen. Hij zit echt te twijfelen. Hij zit echt keihard te twijfelen. Van mijn spullen, of ik zit hier lifetime vast. Dat is het een beetje. Ja, of je gewoon slash pan. Ja, inderdaad. Oh, ja, hij heeft het gedaan. Hij heeft het nog zit gedaan. Vast. En hij zit vast. Hij is fucked. Hij kan er in principe uitklitchen, denk ik. Met een ander blokje kan hij er wel uitklitchen, denk ik. Oké, we maken een opening daaronder en kijken hoe lang het duurt voordat hij door heeft. Nee, alsof je weet dat ik hier ben. Ja, inderdaad. Waarom zit je hier? Ga even weg daar. Oh, je zit nog... Oh, heel slim. En daarna gaat hij weer dood. Maar hij denkt dat hij hier weer naartoe... Ja, maar hij denkt dat hij hier weer naartoe getapeet kan worden. Nee. Maar dat deden wij net voor hem. Dat gaan we niet doen. We gaan mooi wachten. Oh, mijn god. Hij dacht slim te zijn. Hij gaat dood nu. Ja. Hak nu een blokje weg en dan heeft hij het niet door. En boom. Okay. Kijk dan. En nu kan hij er weg. Nu kan hij in principe gewoon weg. Maar hij heeft het gewoon niet hij door. Hij gaat toch suicide plegen, toch? Hij gaat suicide plegen. He is stupid. Nou, ik had he is stupid. Ja, ik weet ook niet wat, man. We moeten even opletten op die timer, want anders zijn ze spullen weg. Als ze weg zijn, zijn ze weg, hè? Ik ga het niet vieren. Hij heeft het gedaan. Hij is dood. Hij is nu dood. Hij is nu dood, oké. Plaats hem weer erin. Boom. Hij zit weer in het water. Hij zit weer vast. Nee. Hij kan er gewoon maar uit is hij nu slim? Is hij nu slim? Wat gaat hij doen? Hij heeft het nog steeds niet door. Oh mijn god, deze guy. What the fuck, je kunt er gewoon onderdoor. Ja hoor, eindelijk. Hij heeft het door. Hij heeft het niet door. Hij heeft het nog steeds niet door. Hij gaat weer suicide, terwijl hij er doorheen kan. Dit is obvious dit, kom op. Ja, inderdaad. Hoe kan hij dit niet hebben gezien? What the fuck is this shit? Zijn spullen verdwijnen over 3 seconden, Dion. Oh shit. En zijn spullen zijn weg. Als spullen zijn weg. Wij gaan weg. Wij gaan naar Robbie.
Al zijn spullen zijn weg. Robbie. Hi, Robbie. Hoe is het met jou? Dit kan niet. Oh, man. Heeft hij zelf gedaan? Hij heeft wel zelf zijn spullen neergelegd. Wij hebben dat niet gedaan. Wij hebben dat niet gedaan. Eerlijk? Nee, wij hebben niks gedaan. We hebben weggetapet daar. Ja, inderdaad. Oh, ik gooi mijn blokje weg. Oh, dat moet je niet doen. Dat is een grasblokje. Dat kan niet. Dit hele eiland. Oh, mijn god. Dit is toch meest obvious wat we hiermee gaan doen. Ja, weet je wat? We gaan gewoon niks zeggen. We gaan het gewoon doen. Ja, inderdaad. Want jullie weten al wat we gaan doen, jongens. Jullie weten het al. 3, 2, 1 en klik. Oh, het valt mee. Het valt mee. Ik dacht dat het erger was. Ik dacht dat het allemaal water was hier. Ja, ik dacht het ook. Oké, het viel eigenlijk wel mee. Maar nu denkt hij wel van, godverdomme, waar zijn mijn chesten? Waar zijn mijn chesten? It's all gone now. That's basically it. Maar jongens, hebben jullie het al doorgehad? Er is gewoon geen lag. Er is gewoon geen lag. Smooth as fuck, boy. Smooth as fuck. Doe maar undo anders. Doe maar undo. Zo, boom. Zo. Hey, je zat in de grond. What the fuck? Hey, je bent weer gezellig. Je chesten zijn weer terug. Yay. Hij zegt, wie is mij aan het trollen? Niemand hoor. Nee, niemand. Helemaal niemand. Helemaal niemand. Weet je wat ik altijd wel vet vind? No. Vuur op zee. What the fuck? What the fuck is this shit? Dat doen we zo. En dan gaan we hier naartoe. In de walls. Je doet alleen walls dan. Ja. En dan fire. Fire. Boom. Oh shit. Kijk deze shit dan. Hij is fucked. Hij is fucked. Kijk eens aan. Je zit gewoon getrapped in fire nu. Dit is perfect. Oh, hij heeft het wel door. Hij denkt... Waarschijnlijk heeft hij nou lag, jongen. Holy damn, dat denkt hij. Holy damn. Gaat hij nog wat zeggen? Ik heb geen idee. Hij moet wat in de chat zeggen. Hij is aan het typen. Robbie, alles in de fik. Ja, klein hij denkt, godverdomme. Klein beetje, maar alles staat maar een beetje in de fik. Maar het enige wat hij heeft te doen is maar één blokje te plaatsen. Alles is... Yo, wat doet hij? Hij springt er doorheen. Hij is gewoon door het vuur heen gesprongen. Hij heeft maar één blokje ergens te plaatsen en alles is weg. In één keer. Ja. Kom maar op. Kan ik ook doen voor hem, als je wil. Of je doet undo. Nee, blokje plaatsen is leuker. Oké, plaats het blokje maar. Oh, hij heeft het al gedaan. En heb ik gedaan. Oh, huh? Oh, kijk dan. Niet alles is weg. Twee staan er nog. Ja, het is niet allemaal weg. Oké, die laten we staan, ja? Die krijgt hij. Die mag die houden. Ja, die mag die houden. Hey. Oh, kijk dan. Politiek. Dus senior helper. Senior helper. Wat is hij allemaal aan het doen? Wat is er? Oh. Wat is er? Onze helper komt hem helpen. Wat is er? Gewoon... Onze senior helper, die moet hij gewoon voor zorgen dat het weggaat. Ja. Ja, politiek. Ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Wat oud regent. Die senior helper denkt ook van, ja, dit klopt inderdaad dit niet helemaal. Er zit een luchtje hier aan. Suspicious. Wat zegt onze senior helper? Was dit al? Was... we trollen onze eigen staf. Wat is dit nou weer? Hoezo? Hij denkt van, ik ga even de held uithangen en ik ga je de boel helpen. Ja, we trollen onze eigen staf gewoon. En nu vraagt hij of hij toortjes heeft. In de chat. Dit is toch niet normaal, jongen. Jezus Christus, man. Gaat hij hier nog wat aan doen? Gaat hij nog inspecteren wie dit gedaan heeft? Ik heb geen idee. Volgens mij kan dat niet eens, Dion. Nee, dat kan ook niet. Want jij hebt het met World Edit geplaatst. Volgens mij kan dat dan niet. Nee, ik ga het gewoon weer even plaatsen. Ik zal het blussen, sec. Even kijken hoe hij het gaat blussen. Even kijken. Nee. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij gaat het blussen. Let op. Oh. En nu plaatsen we het weer. Hoe deed dat? Nee, staat hier ergens. Ja, hier. Walls fire. Boom! Oh, toch niet? Nee, hij heeft een blokje geplaatst. Ik zet nog een keer neer. Walls fire. Boom. Oh, damn. Nu denkt zelfs onze senior helper van... What the fuck is this shit? In de chat, dit is toch niet normaal? Kijkt hij onze video's niet? Hij zit te denken van... What? Hij denkt van, wie is dit? Wie kan het zijn? Wordt onze server gehackt? Hij drukt op tab en hij ziet, Dion is niet online. Doe maar even niet! What the fuck? Hij zegt hij tegen mij dat hij niet mag doen? Nee, tegen hem! Tegen Robbie! Tegen Robbie zegt hij dat. Ja. Zometeen wordt Robbie verbannen. Doe het weer. Kijk of hij boos wordt. Kijk of politiek boos wordt. Doe het maar. En boom. Oh nee. En boom. Alles weer fire. Fire. Oh, zegt hij. Oh. Zometeen zegt hij, moet ik je verbannen of zo. Oh, dat zou grappig zijn. Dat zou echt ziek grappig zijn. Dat zou niet normaal zijn. Oh, hij zegt, maar die Robbie zegt wel Dion in de chat nou. Doet hij, wat doet hij? Hij springt eruit. Waarom? Ik denk dat politiek nu ook weet dat jij bent. Ja, dat zou... Ik denk het wel. Ja. Oh, daar is nog een beetje. What the fuck. Nou jongens, ik denk dat hun wel de brand blussen, want daar is die politiek de hele tijd al mee bezig.
Jongens, vonden jullie dit tof? Drop eventjes een like omhoog. Abonneer natuurlijk op ons kanaal voor nog meer van dit soort video's. En binnenkort natuurlijk TVG 3.0. 3.0! Binnenkort livestream! In principe kun je nu al zonder lag spelen natuurlijk, want de server is nu eigenlijk lag free al. Dat hebben we natuurlijk gefixt. Check eventjes deze video's hier in beeld, jongens. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Peace out! Doei!